Niemand minder dan onze Peter, onze eigen secteleider op Gamersnet, was de uitverkorene van bovenaf verkozen om naar Ubisoft af te reizen en Far Cry 5 maar liefst 2 uur lang te spelen. Peter was erbij, mocht gameplay opnemen en gaat mij, nou en jou trouwens ook, vertellen of die game een beetje goed gaat worden. Ja, het is echt leuk. Het is echt fun. Het is niet vernieuwend, maar het is fun. Oppressie, een leider om neer te halen, ja. Wapens. Dode dieren, verkrachting, ja, nee, dat niet. Gijzeling. Gijzeling. Nee, het is, je gaat naar... Sectes. Sectes, ja. Sectes. Dat is eigenlijk gewoon het ding van Far Cry 5. Kijk, Far Cry 3 had Vaas. Dat was een super vette, ook soort... Ja, was ook een soort secte. Toen kwam deel 4, had je Pegan Min als antagonist. Dat vond ik een beetje herhaling van zetten, vond ik dat. En nu heb je deel 5 en nu voelt het echt heel anders, want we gaan naar Rural America. Ja, het platteland van de Verenigde Staten. The country. Eigenlijk waar Tom vandaan komt, zoals wij noemen, de provincie. De provincie, inderdaad. Maar dan in Amerika. Oké, dus de setting is midden in Amerika en er is Montana. Een secteleider, Montana, een secteleider die dus in één keer de hele staat eigenlijk overneemt. En er komt een soort van militaire quarantaine en jij zit erin en je gaat het verzet leiden om natuurlijk, precies zoals volgens de Far Cry regels eigenlijk, de leider omver te werpen. Ja, en hoe? Ja, nou hoe? Nou, niet meer door in torentjes te klimmen en allemaal gebiedjes te ontdekken. Nee, je krijgt hier missies van verschillende mensen die je gaat ontmoeten. En de mensen die je gaat ontmoeten in de game zijn ook best wel belangrijk voor de game. Want niet alleen kun je met mensen spreken die misgeven, ook kun je mensen recruteren om voor je te gaan werken. Want het hele squad systeem is een soort van terug. Je kunt 3 mensen bij je meenemen die allemaal in de attack gaan. Dat kunnen mensen zijn, dat kunnen ook dieren zijn. De hond is al gezien, maar er schijnen meer dieren te kunnen zijn die jou kunnen gaan helpen. Een kat. En dat zou echt super nutteloos zijn. Ja, ik ben volgens. En duwt dat... wapens van de tafel af, zo langzaam. Dat is ook weer spam met zijn kogel. Ja. En hartstikke goed. Leuk. Bedankt voor je. Ja. Ik doe niet zo'n grap met een laserpointer of zo op je knie. Maar... Oké, dus dat is een beetje een buddy systeem wat mij doet denken aan Far Cry 2. Ja. Natuurlijk waarbij je dus 1 buddy kon kiezen, maar nu heb je dus 3 die je een beetje af kan wisselen in missies. Ja, precies. En dat is heel leuk, want je zit... Nou, nogmaals, ik moet het even hebben over Amerika. Ik bedoel, ik hou heel erg van het platteland van Amerika. Ik ben afgelopen zomer met Leon naar Florida geweest. Daar hebben we ook door echt de rural gebieden van Florida getrokken, waar echt koloniale vlaggen nog hangen. Hè. Dat is geen grapje, dat verzint niemand. Er zijn mensen die het echt doen. Trump country. Ja, en hartstikke naar, maar dat vind ik wel een hele vette setting om daarin te zitten. Ik vind de Amerikaanse natuur heel vet, die kun je heel tof namaken met de bergen, de landschappen, de riviertjes en de bossen en de beren. Maar ook van die houten cabin lodges. Ja, van die houten cabin lodges, maar ook de plattelands, hoe heet jullie dat in de provincie? Oh, de boeren. Van die hele grote landerijen met koeien, nou, je kent ze, en met tractors en met van alles en nog wat. Ja, ik kom uit Brabant, ik ken die dingen allemaal, ja. Kom gewoon naar Eindhoven. Dus hoe ga je dan die mondo omverwerpen? Dat is dus aan de hand van die gasten die je dus ontmoet, waar je missies voor kan doen en die je kan recruteren. Ja. Maar dan is mijn vraag, want in wezen klinkt dat heel erg als de beats van een generieke Far Cry, zoals de afgelopen 3-4 delen zijn geweest. Is er nog iets wat er zeg maar echt heel erg, wat het een nieuwe swoon geeft, naast dan die setting die zo sterk is? Nou, het blijft een Far Cry game. Ja, je kan wel iets wensen wat er niet is. Kijk, Far Cry Primal is eigenlijk de grootste uitstap die Far Cry heeft gemaakt. Ja, naar de prehistorie. Naar de prehistorie. Maar dit is wel weer echt een Far Cry zoals we Far Cry 3 en 4 ook kennen. Ik vind het verandering van landschap en daardoor ook heel erg de verandering van personage. Want het is echt... Ja. Het is een beetje de toon. Dat is de toon van de game. Ja, is daardoor wel anders. Ja. Maar ik ben eerst niet toegeven dat de game niet heel veel nieuws doet. Behalve dat je kan vliegen in een vliegtuig. Dat is heel leuk. Een helikopter trouwens. Een helikopter. Ja. Dat is heel erg vet. Maar buiten dat... Ja, weet je, de game... Far Cry staat gewoon als een huis. Je kan dingen op... Ik bedoel, Far Cry is een open wereld waar je alles kunt doen. Dus wat moet je eigenlijk nog veranderen? Want je kunt alles al stealthy aanpakken. En er zijn hele vette wapens. En je kunt met auto's... Kun je wapens... Er zijn auto's met wapens erop. Vind ik ook wel fijn. Dat klinkt als Amerika. Dat klinkt als Amerika. Ja. En dan kun je schieten. Een explosie of dus daarin is het ook wel echt een Far Cry game. Ja. Alleen dan gewoon in een nieuw jasje. Met een hele vette toevoeging, vond ik... Dat de wereld heel erg meer leeft dan in vorige Far Cry delen als je niet in missie zit. Ja, misschien is dat ook wel omdat het iets drukker bevolkt is in Amerika. Wellicht. En misschien omdat de stil? Ja, precies. Ja. Het is niet meer stil. Het draait ook eigenlijk niet meer heel om de dieren. Er zijn wel dieren. Je kunt jagen. Dat werkt dan precies zoals het werkt. Dat moet ook terugkomen. Nee, dat is dan precies zoals het werkt. Maar ik heb het idee dat het aantal dieren iets verminderd is en het aantal mensen verhoogd is.
En je komt gewoon echt mensen tegen die mishandeld worden op straat. Dus dan kun je daarvoor ingrijpen. Maar bijvoorbeeld, ik kwam ook een paar gasten tegen die waren op een lijk aan het schieten. Die hing aan een kruis. Dat lijk was al dagen aan het rotten, maar die waren gewoon aan het target practicen op iemand die niet bij de secte hoorde. Klinkt ook een beetje Walking Dead bijna. Ja, I know. Die waren gewoon echt met z'n... En ik dacht, er zijn er drie gasten aan het schieten. Er wordt verder niet teruggeschoten. Wat zijn ze aan het doen? Dus ik sluit een beetje dichtbij. En, wordt uiteraard gespot, want sneaken, stealthy, nee. Tactiek werkt nooit. Dude, het is stealthy gelukt, want ik gooi een granaat, gewoon alle drie. Bam. Hoe is dat? Ajo, nee, maar ik sluit achter ze. Ze waren aan het kijken naar die guy die ze hadden. Herinner me eraan dat ik jou nooit op een of andere splintercel missie neerzet. Van, Peter, je moet ongezien blijven. Je hoeft niet kerel alles stealthy te tost doen. Gewoon een Molotov cocktail. Maar... Je hoeft niet alles stealthy te doen, Tom. Dat is gewoon leuk. Oké, nee, maar dat vind ik het mooie aan Far Cry. Dat is natuurlijk een beetje de formule, is dat je altijd zelf de keuze hebt hoe je dingen aanpakt. Dus ja. je ziet een compound of je hebt een missie van doe dit en rij weg met dit. Of stil een vliegtuig zoals ik jou heb zien doen en zo. Dat is altijd de mogelijkheid om te zeggen van, nou, ik stuur mijn hond erop af. Of ik neem mensen mee of ik ga helemaal stealthy doen. Ja. Ik denk dat sterk is en ik, ja, zoals ik jou mag horen, denk ik wel dat dat ook weer helemaal terugkomt in Far Cry. Het is pure fun en dit is eigenlijk het belangrijkste, heb ik niet gespeeld, maar je kan de game straks volledig in koop spelen. Ja, dus er waren voorheen altijd een paar missies. Ja, en dan baalde ik al, dacht ik wil gewoon niet. Zelfs als ik nu Fallout 4 speel, ik denk, waarom zit er geen koop in? Dat dacht ik eigenlijk ook altijd bij Far Cry. Waarom zit er geen koop in? Ja. Maar voor de hele open wereld. Dat zit er straks wel in. Oké, mooi. Met twee man. Wanneer komt die uit? 27 maart. Oké, hoppatee. Dan gaan we ermee aan de slag. Kom dan vooral terug naar gamers.nl. Ik weet dat het jouw praatje is, maar ik vind het zelf leuk. Nee, ja, doe je ding. Kom dan vooral terug naar gamers.nl voor alle reviews, zowel in video als geschreven vorm. En allemaal leuke content rondom Far Cry 5. Ja, en hou de site in de gaten als je ook nog gameplay commentaar wil zien, waarin we gewoon 18 minuten lang gameplay hebben en eroverheen lullen. En natuurlijk de geschreven preview van Peter. Dit was het voor Far Cry 5. De alpha beeld, beta beeld, preview beeld. Preview beeld, dat is veilig. Ja, dat is veilig om te zeggen. Ik moet nergens vast te pinnen. Mooi, hou eens op.